Hallo. Ja. Dames en heren. Welkom op deze zondagmiddag 17 maart 2024 in de Pletterij in Haarlem. Wat fijn dat u met zoveel gekomen bent. Ook welkom aan de kijkers naar de livestream, nu of op een later moment, van dit programma. Mijn naam is Frank Knipscheer van de uitgeverij In de Knipscheer. Vandaag vestigen wij uw aandacht op twee boeken die gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog op bijzondere wijze tot onderwerp hebben. Voor een van de auteurs, Ellie Stolwijk, is vandaag de officiële presentatie van haar proza-debuut Voet in Voet, Oog in Oog. Het tweede boek verschijnt wat later in de boekhandel en wordt ook later elders officieel gepresenteerd, omdat de auteur in kwestie, Niek Breme, momenteel ziek is en hier niet aanwezig kan zijn. De titel van zijn nieuwe novelle, Wat onbesproken bleef, geeft precies de thematiek aan van veel van de boeken die de laatste tijd verschijnen en kennelijk ook pas de laatste jaren kunnen verschijnen. Over wat verzwegen bleef in families die de oorlog meemaakten. Met dat boek trappen we deze zondagmiddag af. Niek Breme is van 1947. Hij wordt dit jaar 77. Maar als schrijver is hij nog jong. Dat is een verkeerde. Ja, dit is hem. Hij stond niet op de goede beginstand. Neem me niet kwalijk. Maar als schrijver is hij nog jong. Hij debuteert in 2019 met zijn roman Bang voor de Liefde. Daarna volgen de verhalenbundels Wat ons raakt in 2021. Bang voor de Liefde is het onthutsende verhaal over het traumatische naoorlogse verleden van Andreas, een jongen die na de oorlog opgroeit in een Duits gezin te Amsterdam. In het titelverhaal van Wat ons raakt kruipt Niek Breme in de huid van de ik-figuur, het Joodse meisje Dini Wolf. Hij reconstrueert haar verleden en geeft haar een stem. En hij durft de vraag te stellen die in het achterhuis van Anne Frank achterwege blijft. Waarom liet iedereen toe dat Joodse landgenoten gedeporteerd werden naar concentratiekampen, hun dood tegemoet? Het derde boek van Niek Breme is dus Wat onbesproken bleef. Die novelle blijft vandaag in ieder geval niet onbesproken. Luistert u naar de eerste recensie over dit boek door Peter de Rijk. Ja, goedemiddag. Laat ik beginnen het boekje even te laten zien. Boekje, mag je niet zeggen. Het is altijd een boek, ook al is het klein. Maar ik laat het even zien, het formaat, omdat het toch weer het bewijs is van het wonder dat literatuur heet. Ik heb als redacteur dit, zoals alle boeken, natuurlijk 3, 4, 5 keer gelezen. Je hebt het in je hoofd. En Frank en ik hadden van de week het gesprek erover hoe bijzonder het is dat je eigenlijk een enorm verhaal in je hoofd hebt. En dan heb je uiteindelijk het product in handen en dan denk je van niet veel bladzijden, best veel wit. Maar wat erin staat is zo to the point en zo schokkend eigenlijk, dat je het meedraagt en dat het is alsof je veel meer gelezen hebt dan je dacht.
De recensie. Limburg is een provincie met een heel eigen literair geluid. Je bent geneigd aan Vlaanderen te denken, maar wellicht is het eerder Duits wat doorklinkt. Met name de zeer dichtbijzijnde grens, die maar al te vaak werd en wordt overgestoken. En de geschiedenis die daaraan vastzit, valt op als je schrijvers uit deze contreien gaat lezen. Tom van Reen is daar bijvoorbeeld een uitstekend voorbeeld van. Evenals Peter Lentze met zijn laatste meesterlijke roman Het Theater der Herinneringen. En Niek Breme hoort ook in dit rijtje thuis. Het is een auteur van een bescheiden, maar zeer waardevol oeuvre. Lang blonk hij uit in het schrijven van korte verhalen, maar van een deel in de bundel Wat ons raakt werd gepubliceerd. In het voorwoord van dat boek blijkt Breme na schrijver ook personeelsmanager te zijn geweest. Een beroep dat zijn interesse in mensen en het samenwerken verklaart. En wellicht lag ook daar deels de bron van de verhalen die hij schreef. Bang voor de liefde was zijn eerste roman. Vertelt het verhaal van Andreas van Hechtel, een jongen die getraumatiseerd is door een jeugd in Amsterdam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, nota bene in een Duits gezin. Bremers interesse in die oorlogsperiode valt vaker op. Bijvoorbeeld in dagboekbladen van een Joods meisje, waarin Breme in 77 pagina's, een soort van mini-novelle, het portret van een meisje schrijft dat zo ingeleefd overkomt dat je vergeet dat het fictie is. Een halve bladzijde historische gegevens bleek genoeg voor de auteur om deze onvergetelijke geschiedenis te kunnen schrijven. Dan komen we nu aan het boek dat we vandaag presenteren. Net als in Bang voor de Liefde rept Breme in Wat onbesproken bleef over het zwijgzaam zijn van een personage. Het is het gevolg van wantrouwen en kwetsbaarheid. Deze keer betreft het de vader van het hoofdpersonage die het zwijgen boven het spreken verkiest. Tenminste, tot zijn Duitse vrienden komen om te drinken, te kaarten of het Horst Wessellied te zingen. Even lijkt de vader een ander. Is het niet langer iemand die moeite met praten en trappen lopen heeft? Maar als zijn zoon over de oorlog en de dood van zijn Joodse moeder wil praten, stuit hij op stilzwijgen. Of op een dooddoener in het Duits, door het onmogelijk valt uit te leggen hoe het destijds was. Daniel is een oorlogskind en is opgevoed door Louise, eens de beste vriendin van zijn moeder, die naast moeder ook de rol van huishoudster heeft. Indrukwekkend is de wijze waarop Breme de twee kanten van de vader beschrijft, vooral van die stille, voor het raam zittende man. Ik citeer nu even een stukje uit het boek. Met de handen ondersteunt hij zijn hoofd en hij staart voor zich uit in een soort nutteloosheid. Ik heb nooit ook maar een flauw vermoeden gehad waarover hij nadacht. Eén keer gebeurde het dat hij verdwaasd en volledig in zichzelf gekeerd terugkeek. Van irritatie was geen sprake, integendeel. Ik kreeg de indruk dat de bodem onder hem was weggevallen. Die hulpeloosheid, die totale onmacht om zijn gedachten ergens onder te brengen, dit alles lag erin. Breme beschrijft eigenlijk al die mensen die de oorlog meemaakten en daarna door moesten leven. In stilte gehuld, met een hoofd vol vreselijke herinneringen en families die daarmee moesten zien te leven. Maar er is meer dat Breme onthult. Vaders vrienden blijken Duitsers, weggemoffeld in de maatschappij. Mannen die op scherp staan met ogen als dieren in doodsnood. Woede, burgerlijkheid en antisemitisme is het wat de klok slaat. Daniel had het eerst lastig met deze kerels, tot hij ze accepteerde zoals ze waren. Van hen leerde drinken en uiteindelijk leerde leven. Omdat zoveel verloren is gegaan, probeert Daniel door gesprekken met Louise meer over zijn Joodse moeder te weten te komen. En Louise antwoordt: er is veel in mij vermoord. Veelzeggende woorden. En komt dan met antwoorden, vaak in de vorm van anekdotes.
Heel subtiel weet de auteur zo het alledaagse leven van toen te schetsen. Op 18-jarige leeftijd vindt Daniel werk op de redactie van het Limburgs Dagblad. Hij wil op kamers gaan en het leven in. Zijn vader regelt die kamer voor hem bij een oude kameraad. En zo blijft de verbinding met de oorlog behouden, want deze vriend was ook fout in de oorlog. Om geen steun te trekken schreef Maya zich in bij een arbeidsbureau en zo belandde hij in Duitsland. Voor het gemak slaat hij de hele oorlog over in zijn levensverhaal. Al krijgt Daniel wel te horen hoe het in kamp Vught toeging. De pesterijen, het geweld. Bremen laat ons alweer kennis maken met een ander oorlogsverhaal dan dat wat we doorgaans rond de meidagen te horen krijgen. De daders van toen worstelen niet alleen met hun verleden, maar ook met alcohol en perfitin, een soort amfetamine, slopend voor het lichaam. En Daniels vader levert het een levercirrose en verwardheid op. Een verpleeghuis wordt onafwendbaar en hem bezoeken wordt een kwelling. Nick Bremen trek je langzaam maar zeker in het verhaal. En je wordt deelgenoot van alles wat Daniel denkt, voelt en moet meemaken. Hij leert zijn vader kennen op een wijze die alles behalve prettig is. Desondanks blijf je lezen, want als Bremen iets kan, dan is het schrijven. Neem de volgende gedachtegang. Het is zo'n avond dat alles afsterft wat leeft. Zo'n dag kondigt zich nooit van tevoren aan. Die wil je overslaan. Hij kondigt onheil op een mooie wijze aan, haast nog fraaier beschreven dan het sterven van de vader. En dit is typerend voor zijn proza dat strak, haast zakelijk is, maar wel met ieder woord op de juiste plek. Wie het boek leest, zal het later ervaren alsof hij een film heeft gezien. Een met geweldig acteerwerk, boeiende dialogen en ontluisterende scènes. Dit effect veroorzaken met letters op papier is het ware schrijven en slechts weinige gegeven. Nick Bremen schreef over een man over wie we veel te weten komen en tegelijkertijd haast niets. Het blijft maar gissen voor zijn zoon die het vooral van de verhalen van anderen moet hebben. En dan verdwijnt zijn vader in een poortje en is weg. Daniel begrijpt dat het ondergaan van het kwaad niet alleen een ziekte van die tijd was. Het is een ziekte die in iedere tijd en in iedere werkelijkheid past, al zal die naar aard en omvang verschillen. Met deze regels legt de auteur een verbinding met het heden en wordt de roman er één voor alle tijden. Dankjewel, Peter de Rijk. Peter de Rijk is uitgeverijredacteur, dichter en schrijver onder de naam E. de Haan en recensent onder de naam Ezra de Haan. Hij gaat er vast zitten op een van de stoelen, want dames en heren, we gaan verder met Voet in Voet, Oog in Oog van Ellie Stolwijk. Nu is het al goed. Ellie Stolwijk is beeldend kunstenaar en dichter-schrijver. Ook zij is als auteur nog piepjong. In 2020 debuteerde zij met Liefde, de vluchtige holte. Het Poëziecentrum te Gent nomineerde deze bundel voor de Poëzie Debuutprijs in 2021. In dat jaar verscheen ook De Laatste Framboos. Hierin schetst Stolwijk de beleving van een vrouw die in de 9e maand van de zwangerschap te horen krijgt dat haar ongeboren kind overleden is. In Voet en Voet, Oog in Oog, dat vandaag wordt gedoopt. Het boek, een aantal van u heeft het al kunnen zien. Waagt Ellie Stolwijk zich aan het proza. Ze leeft zich in het wel en wee van de jonge dwangarbeider Fons, die later haar vader werd. Van de ruim 500.000 Nederlandse dwangarbeiders is een 30.000-tal omgekomen. Van degenen die terugkeerden,
bleven de meesten zwijgen over de traumatiserende gebeurtenissen tijdens hun gedwongen verblijf in Duitsland. Na de dood ging ze op zoek naar zijn Duitse geschiedenis, waarover hij, net als vele anderen, zelden had gesproken. Stolwijk geeft haar vader een stem, opdat het beschrijven van zijn lotgevallen iets bijdraagt aan het naar buiten brengen van zoveel ingeslikte, onverteerde woorden van dat wat onbesproken bleef. En Ellie Stolwijk doet dat op een bijzondere manier. 11 jaar lang deed ze onderzoek naar die geschiedenis. En in november 2022 wist ze in welke vorm die ze zou gieten. In welke vorm ze die zou gieten. Ze legde zijn ervaringen vast in zinnen van telkens 492 woorden. Het netto aantal dagen dat hij werkzaam was in de wapenfabriek. Elk van de 43 zinnen, elk verhaal, wisselt ze af met cursieven waarin zij haar eigen bespiegelingen op het onderzoek weergeeft. Ik citeer: Fons is nog geen 21 jaar jong als hij in de zomer na de bevrijding, de precieze datum is onbekend, terugkeert uit Nazi-Duitsland, waar hij gedurende de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid had verricht in metaalfabrieken in Berlijn en Lauchertal. Een ervaring waarover hij tijdens zijn leven nauwelijks kan spreken en op zeldzame momenten met dichtgeknepen keel zal zeggen dat hij iets deed met schroefjes en moertjes, want hij schaamde zich voor zijn gedwongen bijdrage aan de Duitse wapenindustrie. Dames en heren, ik vraag Ellie Stolwijk om ook op het podium te komen en plaats te nemen. En ik moet eventjes mijn leesbril pakken. Oké. Okay. Oké, ga zitten. Dames en heren, luistert u naar een gesprek tussen Ellie Stolwijk en Peter de Rijk. Zo, met de leesbril praat het een stuk makkelijker. Ja, dat is voor strakjes. Ja, ja, waar ik bij jou vaak aan moet denken, die combinatie beeldend kunstenaar, schrijver, dichter. In hoeverre geef je dat nou vrijheid? Of is het een keurslijf? Nee, ik denk dat het vrijheid geeft. Mm-hmm. Dat is mijn eerste. Ik moet meteen over nadenken wat je vraagt. Nou, maar ik denk dat het elkaar heel erg aanvult. Mm-hmm. Ja. Ik doe vooral op het conceptuele wat erg bij jou altijd doorklinkt. Dat een normale schrijver, tussen aanhalingstekens of dichter, die is vooral heel erg bezig met dat wat hij schrijft. Mm-hmm. Maar jij bent ook bezig met hoe het uiteindelijk in dat boek staat. Bijvoorbeeld met dit boek, hè, het aantal woorden, ja, dat ieder stuk dat jouw vader betreft, hè, 492, dat is een korset waar je eigenlijk in hijst. Ja, maar dat heb ik nooit als... ergens noem ik het wel een keurslijf, maar het geeft ook heel veel vrijheid. Mm-hmm. 492 woorden, dat is heel overzichtelijk. Toen ik gekozen had voor die vorm, mm-hmm, dan begon ik aan een scène en dan had ik ergens 300 woorden. En dan dacht ik, maar dat is nog niet genoeg. Dus dat gaf mij heel veel vrijheid om heel veel details erbij te bedenken. Dus ik voelde me daar juist heel vrij in. Net als met tekenen. Heb ik ook heel vaak alleen maar Oost-Indisch inkt. Mm-hmm. Of een heel beperkt aantal kleuren. En in die beperking zit juist een enorme vrijheid. Ja.
gebeurt het omgekeerde ook? Dat je dacht, oh, nu heb ik te veel geschreven, nou moet ik schrappen? Ja, zeker. Ja. Ja, dan was ik heel lekker bezig en dan ineens, oeps, 498. Ja, dan moest ik weer gaan schrappen. Ja. Of schoof je dat dan stiekem door naar een volgend tekstblok? Nee, want de scènes waren elke keer, stonden erg op zichzelf. Mm-hmm. Ik ga nu iets vertellen. Ja, vertel. Er is één zin met 491 woorden. Oh. Dat was heel, het was bij het corrigeren van de drukproeven. En dan, nou ja, dan begon ik ook weer te struikelen over wat ik eigenlijk had geschreven. En één keer klopte er iets niet, gewoon inhoudelijk niet. En toen heb ik aan, dat was vlak voordat dat naar de drukker ging, heb ik aan Frank gevraagd van dat woord moet er nog uit. Mm. En dat komt twee keer voor, maar in één ander stukje was het niet erg. Maar haal het ook maar weg, uit die zin moet het weg. Ja. En toen, toen het weg was, toen dacht ik pas dagen later over hip. Ja. Dus ik zeg, wie dat vindt, die zin, die krijgt een appeltaart. Dat is heel, dat is heel gevaarlijk. Ja. Nou ja, soms is weglaten natuurlijk beter. Hè? Als we de omslag nemen, die heb jij ook ontworpen. Hè? Ja. Ja, je had natuurlijk een heel gezicht kunnen schilderen. En nu wordt het voor mij... ja, het is natuurlijk jouw vader, maar het zijn ook al die jongens, al die mannen... die voor die arbeidseinsatz naar Duitsland gingen. En het boek waar we het net over hadden, maar ook jouw boek... dat zijn hele persoonlijke boeken. En tegelijkertijd gaan ze over iedereen die het toen is overkomen. En ik denk, het gaat ook over al die mensen die in Nederland achterbleven... en ook de kinderen daarvan, die dan op een zeker moment... al of niet hun vader of broer terugkregen. En daar was iets mee gebeurd. En die bleven zwijgen. En jij vult nu eigenlijk in wat ze hadden kunnen vertellen. Dat klopt. Even terugkomend op het schilderij... Mm-hmm. Het is, dat is uit een serie van 25 kleine schilderijen die ik gemaakt heb bij 25 gedichten over het verblijf van mijn vader in Berlijn. Mm-hmm. Toen ik net begonnen was met dat te onderzoeken. Ja. En deze paste wonderwel bij een van de zinnen. Dus op een gegeven moment dacht ik van dit, dat zou eens heel goed kunnen zijn. En dan moet ik even denken, want ik wou twee dingen tegen je zeggen. En de tweede, dat ben ik nu vergeten. Over die broers, zei je? Of die, dat die vader... Nee, de achterblijvers. Dat de achterblijvers en dat, die dan, dat ze dan terugkwamen en dat ze dan niks zei. Wat vroeg je daar nou over? Dat ze zwegen. Dat ze en zwegen, dat jij eigenlijk ja. niet opschrijft wat ze hadden kunnen vertellen. Precies, wat ze hadden kunnen... Dat, daar wilde ik ook op ingaan, want ik heb het natuurlijk grotendeels verzonnen. Mm-hmm. Ik heb heel weinig concrete gegevens. En ik heb geprobeerd om het zo waarachtig mogelijk te schrijven. Maar of het waar is, dat weet ik niet. Ja, maar goed, waarheid is natuurlijk, zeker als het die... Tweede Wereldoorlog betreft een heel ingewikkeld iets. He, neem de strijd tussen Rudy Kausbroek en Jeroen Brouwers... over hoe de Japanse kampen eruit gezien zouden hebben... en wat je dan al of niet erover mocht schrijven. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet om. Als je kijkt, he, want ik ben heel blij dat jouw boek er nu is... er is heel lang een soort controverse geweest... tussen mensen die in Indonesië in een kamp hadden gezeten. En die voelden zich eigenlijk een beetje teniet gedaan... omdat het in Europa dan zogenaamd veel erger was geweest. Of erger was. Jij hebt het nu over al die mensen die maar, tussen aanhalingstekens... naar Duitsland moesten in de arbeidseinsatz. Als je dus nu net Frank... de aantallen hoort noemen van hoeveel mannen en jonge jongens daarheen gegaan zijn. Hoeveel mensen daar ook zijn omgekomen. Ja, daar is amper over geschreven. Hè?
En zo zitten we nu in een tijd waar eindelijk dit soort informatie vrijkomt. En dat is het belang van jouw boek, denk ik ook. Of je daar nu ingevuld hebt of niet. Huh? Ja, nou, ik denk wel dat... dat is een beetje moeilijk te zeggen, dat het boek belang heeft. Maar ik denk het eigenlijk wel. Dat was natuurlijk ook de drijfveer om dat naar die verhalen naar buiten, dat verhaal naar buiten te brengen. Wat in eerste instantie echt gewoon heel erg van binnenuit een onontkoombaar was. Want mijn vader was al dood toen ik eraan begon. Van ik moet daar iets mee doen. Ja. Maar dat is wel... Ik ben daardoor steeds meer gaan leren over die arbeidseinsatz en wat het eigenlijk betekende. En daarom heb ik geloof ik ook dat benoemd. Hè? Dat weet ik wel zeker, dat ik dat daarom heb benoemd. Want er zijn... zeg dat er 500.000 zijn teruggekomen. Die getallen zijn omstreden. En als ze allemaal 2 kinderen hebben gekregen, dan zijn er 1 miljoen. 1 miljoen! Mensen van de tweede generatie die denken, wat heeft hij meegemaakt? Ja. Dat zijn er veel. Oh. En je hebt het ook gezien met de storm, of de stormloop, de enorme toeloop op toen dat archief openging over de dwangarbeid. Dat was, meen ik, begin dit jaar of eind vorig jaar. Ja. Dat weet ik niet meer precies. Zoveel mensen die gingen zoeken. Ik vond daar overigens niks nieuws. Nee, dat kan ook. Nee. Ja, ja. Wat ik erg mooi vond aan de vorm die je gekozen hebt. We krijgen dus die tekstblokken, zeg maar, van 492 woorden. Dan word jij eigenlijk je vader en de lezer maakt mee wat hij meemaakte. Mm-hmm. Heel, heel ingeleefd geschreven. Dat is af en toe best zwaar. Mm-hmm. Niet zwaar geschreven, maar wel zwaar van inhoud. Mm-hmm. Jij wisselt dat af met jouw eigen aanvang in het begin van het nadenken over je vader. En op een zeker moment die stap maken. Ik ga het onderzoeken. En dan ga je op reis. En dan, ik vond dat een briljante vondst. Omdat het ook licht in het boek brengt. Ja, je bent een enorme natuurliefhebber. En je laat zien dat Duitsland... ook een mooie kant heeft. Het is voortdurend die wisselwerking. Hier heeft mijn vader gedwongen moeten werken en die narigheid mee moeten maken. Maar het is hier toch wel mooi. Dat is, het moest me ook, deed me ook denken aan het schuldig landschap van Armando. Jij komt letterlijk op plekken van hier stond de barak waar mijn vader woonde. Hier is de fabriek geweest, of soms staat hij er deels nog. De fabriek is er nog helemaal. Is heel, ja. Een hele grote bedrijf is dat. Zollern. Ja. Ja, en dat geeft je natuurlijk dan ook weer een waarschijnlijk heel raar gevoel dat die fabriek er nog staat. Nou, het... Eerst even over dat staan. Mm-hmm. Deze schoenen, daarmee liep ik in Laugertaal. Dus daarmee liep ik het spoor van mijn vader met deze. Mm-hmm. De eerste keer dat ik... Dat beschrijf ik ook in het boek. Ik ben dus in Berlijn geweest, maar dat is al heel erg lang geleden. En mijn vader heeft daar 1.5 jaar gewerkt. En 1.5 jaar in Laugertaal. En daar ben ik dan in 2022 geweest. En... Dat had ik veel beter voorbereid. Ik had daar een artikel, dus 1 artikel over die situatie in de Tweede Wereldoorlog geweest. Mm. 1 artikel over het barakkenkamp en over die fabriek. En daar waren platte grondjes en dat had ik dus heel goed voorbereid. En toen ik daar... het is eigenlijk heel gek om dat nu zo aan plein publiek te zeggen. Toen ik daar aankwam lopen, ik ga daar weer helemaal naar terug... Mm-hmm. En dat het net was alsof ik daar al 1000 keer was geweest. Dat was echt heel rare ervaring. Ook mooi. Ja, ook mooi. Maar ik ben er inderdaad wel heel erg diep ingedoken. Dat heb ik wel gevoeld. Ik ben er nu een beetje aan het uitkomen. Die ervaring,
Voelde dat aan alsof je je vader werd? Alsof je hem daar ontmoette misschien? Ja, dat kan ik. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik mijn vader werd. Maar wel dat ik hem daar ontmoette. Maar niet concreet dat ik hem daar zag. Mm-hmm. Maar dat er. Ja, misschien kan je dan zeggen dat is een soort veld. Ik kwam het veld van mijn vader binnen. Maar ik vind het heel moeilijk om het precies goed te zeggen. Ik denk. Ik heb er natuurlijk over geschreven. En ik heb het dat zo concreet mogelijk gehouden. Mm-hmm. Ik raak nu niet in de war, maar ik zou er heel veel over willen vertellen, maar dat is niet het moment. Uiteindelijk is er meer tussen hemel en aarde, zullen we maar zeggen. Ik zit nog even te denken of er nog iets... Nou, ik ben begonnen met het schrijven, met het onderzoeken, naar aanleiding van een ontmoeting met Gunnar Richter. Mm-hmm. Dat was een man die ik ontmoette tijdens de... Documenta in Kassel. En die weet heel veel over dwangarbeid. En die heeft een Gedenkstätte Breitenau opgericht. En hij heeft mij gevolgd in de jaren. En mij ondersteund. En hij heeft tegen mij gezegd, heel duidelijk, Ellie, je moet niet het leed van je vader op je nemen. Mm-hmm. En er is een punt geweest waarop ik voelde, ja, maar ik dat moet nu toch wel, voor zover dat kan. Anders kom ik niet verder in dat verhaal. Snap je een beetje? Ik weet niet of ik het... Is het duidelijk? Nou ja, het interessante daaraan is wel natuurlijk dat je... aan de ene kant moet je enorm er diep induiken om het goed op te kunnen schrijven. Het inleven. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, om iets goed op te kunnen schrijven, moet je ook een zekere afstand tot de tekst weer bewaren. Dat was mijn redding. Ja. Denk ik mm-hmm. wel. Het feit dat ik het zo gestructureerd... Ja, ik onderbreek je. Hè? Nee, ga door. Want op het moment dat ik... Ik ben in 2019 begonnen met schrijven. Toen mm-hmm. heb ik een jaar lang geschreven in de vorm van brieven aan mijn vader. Dus dan begon ik altijd aan mijn vader. En dan sprak ik hem ook aan met je en zo. Mm-hmm. En ik merkte, daar liep ik helemaal in vast. Dat was niet de goede manier, want dat kwam veel te dichtbij. En ik ging hem toestemming mm-hmm. vragen, en terwijl die al lang dood was. Ja. Weet je, dat speelt is natuurlijk ook wel belangrijk, dat hij al overleden was toen ik hier aan begon. Was dat ook het moment dat je werkelijk besloot van en nu? Nee. Hij is in 2000 overleden, mijn vader. En in 2012 ben ik pas begonnen. Oké, maar wat deed je in die tussentijd dan? Hè? Ik mis iets. Je vader was overleden en dan duurt het een hele tijd voordat je gaat schrijven. Ja. Heb je toen even helemaal losgelaten? Of ben je langzamerhand de voorbereidingen gaan doen? Nee, ik ben juist in 2012 is het moment gekomen dat ik dacht, ik moet iets gaan doen met de geschiedenis van mijn vader. Maar het was helemaal weg in die tussenperiode. Ja, daar schrijf ik ook over hoe wonderlijk het is dat ik altijd, dat het er eigenlijk altijd was, het feit dat mijn vader dwangarbeid had moeten verrichten, maar dat ik er niets van wist. Ja. En dan was het er ook niet. Mm-hmm. Bij sommige momenten wel. Maar ik wil eigenlijk nog even het verhaal afmaken. Even kijken. Gunnar Richter. Ik ben de draad weer kwijt. Dat geeft niet. Dat is gewoon omdat ik te veel wil vertellen. Ja. Even kijken hoor. Kan ik het terugvinden? Ja, je had het over de documenten Kassel. Die meneer die er alles van wist. En die zei van... Ja, en toen ik ben toen brief aan hem gaan schrijven. Mm-hmm. En daar liep ik helemaal in vast. Ja. Want dat werd ook een soort... De hele tijd een soort verontschuldiging naar hem. Van vind je het goed dat ik hier wel over schrijf? En ook werd het een soort zelfbeklag. Mm-hmm. En dat heb ik toen weer los moeten laten. En toen had ik al heel veel pagina's. En toen ben ik in 2022... heb ik de juiste vorm gevonden. En die was veel afstandelijker. En dat was waardoor ik het misschien nog dieper in kon duiken. Omdat ik ineens wist, zo moet ik het doen. Mm-hmm. En dan heb ik er ook weer plezier in. Want ik kreeg ontzettend veel plezier eigenlijk ook in het schrijven. Ja.
Nou ja, het schrijven is mooi, maar het is wel, wat ik al zei, het is af en toe best aangrijpend wat je leest. Als je beseft hoe jong jouw vader was toen hij daar naartoe ging. Geen idee wat hij moest gaan doen, waar hij terecht zou komen. Je ziet hoe hij, was ook volgens mij een vrij bedeesde jongen. Dus ook ja, niet de joviale Amsterdammer, zal ik maar zeggen. En die belandt dan ergens in een wereld van barakken en een fabriek. Mensen die je niet kent, soms mensen die niet eens jouw taal spreken, waar hij dan wel vriendschap weet te sluiten. Het gaf mij een heel goed idee van ja, wat voor een onmogelijke situatie die mensen eigenlijk inkwamen. En die enorme eenzaamheid die ze moeten hebben gekend. Zelfs als er vriendschap was. Want je laat ook zien hoe dat van het ene moment op het andere, ja, dan moest je weer ergens anders naartoe. En dan kon je weer opnieuw beginnen. Ja. En dat, je had net het woord afstand, maar voor mij was dat zo direct geschreven. Het heeft echt een enorme impact op de lezer. Ja, dat, ja, ik ben, ja, dat is mooi als dat gebeurt. Mm. Maar ik wou nog iets zeggen over die, ja, over die bedeesde jonge man. Kijk, mm. En over die andere talen. Zoals ik terugkijk op mijn vader familie kan dat misschien wel bevestigen. Mijn vader was ergens natuurlijk ook ontzettend levenslustig en ook heel nieuwsgierig. Mm-hmm. En hij vond het ook heel leuk om met mensen van andere culturen om te gaan. Dus dat heeft hem misschien ook wel geholpen, mm-hmm, om vriendschappen te sluiten. Hij had het later bijvoorbeeld, dat is dan misschien in de 80e jaren of zo, dan had hij het wel eens over een vriend, een Franse Algerijn. Mm-hmm. En daar heeft hij dan heel erg naar gezocht. Dat herinner ik me nog, maar verder, mm-hmm, weet ik daar niet zoveel van. Maar die heb ik nu ook opgevoerd in het boek als een personage. Ja. Dat hij, Ja, ik raak ineens aan het mijmeren over mijn vader. Wat voor man dat eigenlijk was. Nou ja, en dan weet je, dan denk ik, ik ben ook steeds trotser geworden op mijn vader. Ook toen ik aan het schrijven was in Gorredijk, die maand. Mm-hmm. En dat ik toen pas een Duits artikel durfde te lezen over die situatie in Laugertaal. Die echt helemaal niet leuk was, heel, mm-hmm, naar was. En toen werd ik ook heel trots op hem. Toen dacht ik van nou, en dat hij dan daarna gewoon een gezin heeft gesticht, mm, en werk, ja, en ook plezier heeft gehad in het leven. En ja dat is zonder meer knap, want wat we nog niet besproken hebben, die mensen moesten naar Duitsland werken in fabrieken. De Duitse mannen die stonden natuurlijk allemaal aan het front of hadden andere functies. En deze jongens en mannen die stonden in fabrieken om de industrie eigenlijk draaiend te houden. Deels de oorlogsindustrie waarschijnlijk. Maar naarmate die oorlog langer duurde, werd het voor iedereen in Duitsland lastig. Dus ook voor hun. Fabrieken zijn gebombardeerd. Vanzelfsprekend zou je haast zeggen. Dus dat leven werd eigenlijk alleen maar steeds akeliger voor hem. En jij bent daar geweest, waar hij werkte. Je hebt ook met Duitsers proberen te praten daarover. Was niet iedereen echt heel enthousiast over? Nee, dat was heel, dat was wel opmerkelijk. Dat we dan leuk in gesprek waren, Jan en ik. En dat er dan met Duitse mensen. En ik weet bijvoorbeeld in Sigmaringendorf, waar mijn vader, dat ligt naast Laugertaal. Mm-hmm. Daar zaten we koffie te drinken in een bakkerijtje waar ze ook koffie schonken. En die mevrouw was enorm breed spraaks. Die vond het leuk dat wij daar zaten. Mm-hmm. En toen vroeg ik aan haar van, goh, was dit tijdens de oorlog ook al een bakkerij? En toen zei ik daar achteraan, want mijn vader die moest werken in de fabriek. Mm. En zou die hier dan wel eens geweest zijn? En toen zei ze meteen, dat weet ik niet, dat was al zo lang geleden. En toen verdween ze. Ja, dat was heel opmerkelijk. En ook op andere situaties. Mm-hmm.
En had je het idee dat het schaamte was? Ja, dat weet ik niet. Dat zou kunnen, hè? Mm. Of misschien een gevoel van schuld. Ik weet het niet. En dat zal ook wel heel erg verschillen. Want die keer dat ik in 2012 in Kassel was, waar ik Gunnar Richter ontmoette. Mm-hmm. Dat was dus zo'n kunstmanifestatie. En zijn bijdrage als historicus was het gesprek aangaan. Openbare gesprekken over wat doen we met de erfenis van het nationaal socialisme. En daar kwamen wel heel veel mensen bij, mm-hmm, te praten. Maar zo op het dorp waren. Ja. En waren ook, ja, er is daar in dat dorp ook geen monument voor de dwangarbeiders. Dat is wel aan de orde geweest dat dat daar zou komen. Mm-hmm. Maar dat had niet de instemming van de bewoners. Nee. Nou, ben je dus op een gegeven moment aan dat boek begonnen. En je had die vorm. Dus je schrijft over wat jouw vader overkomt. En daarnaast heb je een soort parallelle wereld in het nu, waarin jij op zoek gaat, je vader nareist, ziet wat hij zag. Soms zie je ook niet meer wat hij zag, want dat is weg. Die geschiedenis van jouw vader wordt eigenlijk steeds vervelender. Je begint eigenlijk met het mooiste moment dat hij thuis komt. Ja. Dat is heel ontroerend. Maar daarna wordt het natuurlijk slechter en slechter. Op een zeker moment moest jij als auteur toch bedenken van, ja, maar ik moet dit beëindigen. Ik moet dit boek ook op een zeker moment afdoen lopen. Hoe lastig was dat? Want je moet afscheid gaan nemen van hem ook. Nou, eigenlijk verliep dat wel op een natuurlijke wijze. Mm-hmm. Het was natuurlijk een afgesloten traject. Die 2 jaar dat hij weg is geweest. En ik had wat materiaal ook over die reis naar huis. Mm-hmm. En ik had ook besloten dat op het moment dat hij bevrijd was, dat hij dus op weg ging naar huis. Eind april 1945. Dat ik toen ook die lange zinnen los kon laten. Mm-hmm. Want toen was hij geen dwangarbeider meer. Dus er zijn er wel allemaal bladzijden die over hem gaan, over Fons. Mm-hmm. Maar daar kan ik al de taal wat losser laten. Yeah. En dat is, ik denk dat dat een beetje, dat, ik denk dat dat mij wel heeft geholpen. Mm-hmm. Ik kon het ook niet meer, hoor. Ik was er ook helemaal klaar mee met die lange zinnen. Ik heb het heel fijn gevonden, mm-hmm, om zo te schrijven. Maar toen, ja, op een gegeven moment was het genoeg. Ja. Ja. Is nu, dat een antwoord op jouw vraag? Ja. En nu het boek er is, is dat ook echt dan voor jou dat je zegt, oké, die periode is klaar. Ik heb verteld wat ik vertellen moest. Nou, dat hoop ik wel. Maar ik had wel, ik zou nog wel heel graag een keer met mijn beide zoons, Misha en Evio, naar Berlijn willen en, mm-hmm, de wandeling maken van de barak waar vader, dus opa Fons, woonde en waar die moest werken, de fabriek. Mm-hmm. En ik heb laatst aan mijn zus gevraagd, die er vandaag niet is, want ze is ziek. Ze is een ontzettend, mm-hmm, lastig virus. Van, zullen we een keer samen met de trein naar Berlijn en dan van Berlijn met de trein naar Laugertaal. Dus precies dat. Mm-hmm. Dus ik zal er nog, ik wil nog wel naar die plekken toe. Ja. Dus het is niet af. Nee, ik denk dat het ook, heimwee is ook een thema in het boek. En toen ik de eerste keer in Laugertaal was geweest, waar ik dus met deze schoenen in de voetstappen van mijn vader stond, toen vond ik het heel erg moeilijk om weg te gaan. En toen dacht ik, verdomme, dat is heimwee. Ik wil hier eigenlijk niet weg. Ja. Toen ben ik daags daarna, 2 dagen later, nog een keer alleen geweest. Maar altijd het gevoel gehad, ja, dat zit nu toch ook zo in mij. En dat is ook niet erg. Nee. Dus helemaal af is het niet. Nou ja, het is in ieder geval een ervaring die je nu met iedereen middels dit boek kunt gaan delen. Ik denk dat het veel mensen aan zal spreken. En los daarvan vind ik het literair gezien ook een heel geslaagd project.
Dus ik feliciteer daarmee. Dank je wel. En ook bedankt voor dit gesprek. Ja, jij ook, Peter. Graag gedaan. Dank je wel. Ja. Dankjewel, Peter. Dankjewel, Ellie. Ellie, je blijft inderdaad zitten, want Hans de Ruiter zit ook op het podium. Hij is gitarist en in het volgende... Dat is te zien. In het volgende blokje wisselen muziek en gesproken woord elkaar af. Ellie zal enkele fragmenten uit het boek voorlezen, van elkaar gescheiden door intermezzo's, van gitaarklanken van Hans de Ruiter. En Hans begint en dan maken we het mee hoe die tweespraak zich hier gaat openbaren. Aan jullie de microfoon en het programma. Ga je gang. Even kijken hoor. Dan moet ik wel mijn blaadje nog kunnen zien. Ja. Voor mijn 16e verjaardag kreeg ik van vader een Spaanse gitaar. Een groot cadeau waar ik geen raad mee wist. Jarenlang had ik de wens uitgesproken om piano te leren spelen. Dat was echter geen optie. Een gitaar was haalbaar. Ik zou nooit verder komen dan wat akkoorden in de eerste positie. Sad-eyed Lady of the Lowlands. Toen ik een jaar of 25 was, gingen we samen naar een concert van de gitarist Paco Peña. De theaterzaal was voor de helft gevuld, voornamelijk met Spaanse gastarbeiders. Vader voelde zich thuis en keek glunderend om zich heen. Ontroerd was hij ook. Deze emotionele, warme kant van hem zag ik zelden in die tijd. Hij was stil en somber geworden. Ooit vroeg vader of ik nog wel eens gitaar speelde. Het instrument stond onbespeeld en stoffig in de hoek van mijn woonkamer. Vader sprak aarzelend de wensen uit de gitaar te mogen lenen. Ik kon de gitaar niet uit handen geven. Niet lang daarna onderging vader een open hart op. 9 maanden later, op 14 juli 2000, stierf hij. Dankjewel Hans, voor de muziek. Heel fijn, heel mooi, heel fijn dat je erbij bent. De sterfdag van vader Fons was dus 14 juli 2000. Moeder Wil overleed precies vandaag 6 jaar geleden.
Velen van jullie herinneren zich Fons en Wil nog goed. En wie weet kijken ze op dit moment naar ons. Onder het genot van een kopje thee of een bakje koffie. Dank aan iedereen die hier is. Welkom ook. En aan wie meekijkt via de livestream. Familie, vrienden, belangstellenden. En van de familie wil ik hier graag degene noemen met de meeste jaren. Ome Jan. Wat fijn dat je er bent. Als broer van vader Fons. Samen met tante Nel. Tante Ria, zus van Fons. En oom Ben. En ome Rinus, die is thuis. Ook een broer van Fons. En tante Tieneke. En van die respectabele, hoge leeftijden ga ik naar iemand die nog heel klein is. Het eerste achterkleinkind van Fons is op komst. En ook hier. Veel dank aan Frank. Peter. En Anja van de uitgeverij In de Knipscheer. Jullie hebben een heel mooi boek van gemaakt. En zijn altijd heel geduldig gebleven wanneer ik uiting gaf aan mijn stress. Bijvoorbeeld alleen al over de juiste plaats van de aanhalingstekens. Om eens iets te noemen. En veel mensen wil ik danken. Ze staan achterin het boek en niet eens allemaal. Van die lijst met name noem ik de eerste en de laatste. De eerste is, die ik net al noemde, Gunnar Richter, historicus, oprichter en oud-directeur van Gedenkstätte Breitenau. Hij gaf, zonder dat hij dat wist, de eerste aanzet tot het schrijven van vaders verhaal. Hij heeft me door de jaren heen altijd gesteund met opbeurende e-mails, met het vertalen van een belangrijk Duits artikel naar het Nederlands, met het zoeken naar informatie in Duitse archieven. En hij heeft zich echt voor me ingezet. En tenslotte noem ik Jan. Hij staat daar met zijn fototoestel. Jan, jij durfde het aan om in de zomer van 2022 met mij op pad te gaan naar Duitsland. Jouw liefdevolle geduld, je enthousiasme, je praktische steun waren essentieel. Je volgde me zonder je eigen spoor te verliezen. En was getuige van het moment dat ik mijn voet in vaders voet zette.
Hier komt dan zo'n lange zin. In de vroege zomer van 1943 reist Fons, ruim een maand voor zijn 19e verjaardag, onvrijwillig met de trein naar Berlijn. Het is zijn eerste buitenlandse reis. Hij kan zich niet voorstellen wat hem te wachten staat. En hoewel de levendige jonge man nieuwsgierig is naar de grote wereld, had hij deze beker liever aan zich voorbij laten gaan. Immers, hij is door toedoen van zijn werkgever, de Rijksbelastingdienst, opgeroepen werk te verrichten in Nazi-Duitsland. Onderduiken is geen optie, want dan zullen ze zijn pa meenemen. Dus hij aanvaardt dit lot en probeert op de ochtend van vertrek, zonder al te veel emoties, afscheid te nemen van zijn moeder, 9 broers en 3 zussen. Van het vertrouwde huis aan de Kruisweg te Hoofddorp, met die grote achtertuin, waar zijn pa, die met hem meeloopt en zijn koffer tilt, al jarenlang aardappels teelt, uien, wortels, aardbeien, kruisbessen, noem maar op. Die knusse woning met de 2 jonge kastanjebomen in de voortuin zal hij lange tijd niet zien. En wanneer de vanaf het dorpsplein vertrokken bus is aangekomen bij het drukke Centraal Station in Amsterdam, voelt hij het gewicht van de koffer. Het logge ding lijkt zwaarder dan feitelijk het geval is. Hij krijgt hem met moeite in de trein getild en nadat hij die last eindelijk onder een van de banken heeft geschoven, vindt hij een plekje bij het raam, waar hij zich klein maakt, want de ruimte is beperkt voor het aantal personen dat instapt. Fons is zijn dorpsgenoten inmiddels uit het oog verloren en wanneer de trein in beweging komt, hangt er een gespannen stilte in de volle rijtuigen die schuddend over de wissels Amsterdam achter zich laten. De hoofdstad die hij nog nooit bezocht heeft. Wat weet hij eigenlijk van de wereld? Hij legt de handen op de knieën, kijkt naar buiten, bijt op zijn onderlip en na enige tijd komen de stemmen wat los. De jongelui schrapen hun droge keel, noemen hun naam, wisselen gegevens uit. Ook Fons mengt zich, ondanks de spanning in zijn kaken, in het gesprek. Want hoewel hij verlegen is, houdt hij van gezelschap en gaandeweg merkt hij dat de opwinding die hij voelt, omdat hij voor het eerst ver van huis gaat, zelfs iets prettigs heeft. Ondertussen vordert de reis en wordt het weer stil in de coupé. Hij staart uit het raam. Ze rijden door bosachtig gebied. Hij ziet de bomen achter de weerspiegeling van zijn gezicht. Hij weet dat het bos niet beweegt. En toch is hij zelf ineens de roerloze. Het struweel snelt langs hem heen en vanuit het groen kijken plotseling zijn moeders ogen hem aan. Hij schrikt, wendt zich af van de ruit en wanneer aan het begin van de avond de trein bij een station stopt, is het binnen warm en benauwd geworden. Onmiddellijk zwermen de zwetende jonge mannen naar buiten, happend naar lucht. Zoals de spreeuw die hij ooit bevrijdde uit een aalbessennet, waarin de vogel hopeloos verstrikt was geraakt. Thank you.
Dank je wel. Ik lees nog één zo'n lange zin. Daar komt een man in voor, die heet Joop. Dat is een vriend die ik verzonnen heb. Een vriend van vader van Fons. Ja. Der Feind hört mit, leest Fons sinds zijn aankomst in Berlijn op plakaten die op winkelramen zijn geplakt. Op borden in de stad. Wat nou vijand, fluistert hij bitter, wanneer hij weer zo'n affiche ziet. Zelfs in de bioscoop, waar hij een keer geweest is op een zondag, zag hij in het journaal een kort filmpje met waarschuwingen aan de Duitse burgers dat ze voorzichtig moeten zijn met praten in de openbare ruimte. De vijand. Dat zijn de buitenlandse mogendheden. Luistert mee, hoed u voor spionage. Loze woorden, schampert Fons. Hij weet dat er maar één vijand is en die heet Hitler. Wat loop je toch te mompelen, zegt Joop. En hij tikt Fons op de schouder. Ze zijn onderweg naar de barakken, doodmoe, want sinds afgelopen maandag maken ze werkdagen van 12 uur. Schaam je, babbelaar, grapt Joop. Ook zo'n zinnetje uit de Duitse campagne. Maar Fons kan het niet waarderen. En zwijgend bereiken ze eindelijk het lager. Eten hebben ze al gehad in de fabriek. Het stelde niet veel voor. En Fons trekt zich terug op bed, tilt zijn kussen, de met een trui gevulde sloop die hij van thuis heeft meegenomen, op en haalt de portrettekening van zijn moeder tevoorschijn. Vouwt het dunne papier open en strijkt heel voorzichtig. Stel je voor dat hij ze zou uitvegen over de ogen van grafiet. Die lijken te zeggen: ga lekker slapen, lieve jongen. Hij zucht, bergt moeder weer op en valt in een diepe slaap die duurt tot in de vroege ochtend het luchtalarm gaat. Gedisciplineerd haasten de mannen zich uit bed, scannen inmiddels het klappen van de zweep, slaan een paardendeken om zich heen, schieten hun schoenen aan en rennen, elkaar aansporend vaart te maken, het lager uit naar de dichtstbijzijnde schuilkelder, waar ze niet toegelaten worden, omdat het bijna vol is en buitenlanders niet welkom zijn. De bommenwerpers komen dichterbij en de hollende mannen moeten hun toevlucht nemen tot een ondergronds station van de U-baan. Ze horen en voelen het grommen, dreunen, donderen en blaffen van de bommen. Zwijgend en nagelbijtend zitten ze naast elkaar op het donkere perron tot het stil is geworden. Die stilte is zo diep dat Fons zijn eigen hart hoort kloppen. Ze wachten nog een poos. Het blijft stil. Ze staan op, lopen langzaam over de betonnen trap naar buiten om in het koele schijnsel van de maan en het spookachtige licht van opflakkerende vlammen de puinhoop te zien. Hoe vertel ik dit thuis, vraagt Fons zich af. En kom ik ooit thuis? Vragen die er nu niet toe doen, omdat hij in deze hel op zoek moet gaan naar slachtoffers. Hoe kan hij hulp bieden en tegelijk zichzelf veiligstellen tegen vonkenregens en omvallende muren? Nee, hij mag zich niet onttrekken aan de plicht om brokken steen opzij te schuiven. Te zoeken naar bewegingloze benen, grijze handen, bebloede achterhoofden. Hij kijkt om zich heen, hoort gejammer, gevloek. Een baby krijst. Het went nooit.
Ja, dit is het laatste stukje dat ik voorlees. Niet meer zo'n hele zin. De bus rijdt Hoofddorp binnen. Passeert het ouderlijk huis aan de Kruisweg. Hey, ziet Fons daar moeders gezicht zweven in de nette voorkamer. Bleek, een icoon van tempera op krijt. In de voortuin staan de twee kastanjebomen vol in blad. De bloei lijkt voorbij. Het hart klopt in zijn keel. Op het dorpsplein stapt hij uit. Zwaait naar de laatste reisgenoten. Op dit moment hebben ze elkaar niets te zeggen. Hij kijkt om zich heen. Nee, er is niemand om hem te verwelkomen. Ze wisten vast niet dat hij deze dag zou thuiskomen. Na een kwartier lopen bereikt hij zijn ouderlijk huis. Hij ziet kleine bolsters in de kastanjebomen. Hij aarzelt, klopt dan zachtjes aan bij de voordeur. Niemand doet open. Fons legt de plunjezak in het gras. Daarna trekt hij de legerlaarzen die hij bij de bevrijding gekregen had van een Franse militair van zijn voeten. Waarom voelt hij nu pas dat ze knellen? Zitten en dat hij dan mee zit te doen met zijn hoofd. Oh. Ja. De eerste. Ik heb heb je een eerste exemplaar voor mij? Ja, dankjewel. Nou, dit is dus het eerste exemplaar. En die wil ik heel graag geven aan de heer René Versluis. Ik weet niet waar die is, maar hij komt vast zo meteen. En René is de voorzitter van de stichting Razzia Monument in Rotterdam. En hij zal zelf vertellen hoe de connectie tot stand is gekomen. Daar is hij. Ja. Ik heb niet genoeg gezegd. Ik moet ook zeggen hoeveel bewondering ik heb dat jij in jaren dat een prachtig monument voor de slachtoffers van de razzia en voor de dwangarbeiders hebt voor elkaar gekregen om dat te laten verrijzen op de oever van de Maas.
Mooi gezegd. Dat is het enige wat ik niet op kan schrijven. En daarom wil ik je heel graag, ik ben heel blij dat je dit in ontvangst wil nemen. Heel graag. En ik, dat, nou ja, ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Ja. Ik ga zitten. Ja, ik wil eigenlijk Ellie bedanken, omdat ze zoveel moeite heeft gedaan om een van die verhalen van die 500.000 mannen die hebben moeten werken in Duitsland, weer een verhaal te geven, al is het ver na zijn dood. En dat vind ik toch heel bijzonder. En dat kan niet genoeg van deze verhalen kunnen naar voren gebracht worden. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook een lotgenoot van Ellie. Want ze hadden net over dat er minstens 1 miljoen mensen zijn die ouders hebben die ook zijn afgevoerd. Nou ja, ik ben er één van. Dus dan hebben we die hier 2 al aan tafel. Maar dat wil niet zeggen hoe je elkaar ontmoet. Nou, ik was bezig, ik kom nog terug over dat monument, maar ik was bezig met het monument. En er komen ontzettend veel reacties binnen van mensen die daar ook mee te maken hebben gehad, of die zelfs met een boek bezig zijn of vragen hebben. En een van de reacties, en ik lees dat allemaal, en een van de reacties was van Ellie. En die reageerde op zo'n bijzondere manier, emotioneel en heel betrokken. En in de zijlijn zag ik dat ze ook dichteres was en kunstenaar. Dus toen dachten wij vanuit het Razzia Monument, hoe mooi zou het zijn dat er dus specifiek voor de onthulling van het Razzia Monument of daaromtrent of voor onze nieuwsbrief een echte kunstenaar gevonden kan worden, een dichteres, die een verhaal maakt over het monument en over de razzia en over de dwangarbeid. Nou, en dat heeft Ellie gedaan. En op wel zo'n voortreffelijke wijze dat eigenlijk iedereen die het las, die was er weg van. En die zei, dat is echt treffend, hoe ze dat verwoordt. Dat is heel knap, want ze heeft zich echt ook weer ingeleven. Maar met het inleven in haar vader kan je ook heel goed inleven in de razzia. En ze heeft ook, we hebben haar toen gevraagd om tijdens de onthulling van het Razzia Monument dat gedicht, dat specifiek gedicht, voor te dragen. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En dat contact is eigenlijk blijven bestaan. En ik heb gehoord dat ze dus met het boek bezig was, dus ik ben erg benieuwd. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Maar we zijn dus lotgenoten. Er is wel een hele grote overeenkomst. Ik heb ook jarenlang, eigenlijk in de voetsporen van mijn vader heb ik dat genoemd. En zij zegt, voet in voet, oog in oog. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Proberen na te vinden wat hij deed. Ik had wel een heel ander achtergrond. Omdat ik na de dood van mijn ouders het ouderlijk huis ontruimde. En dan vond ik een heel klein opschrijfboekje. Een agendaatje van 1944-45. En op 10 november begon mijn vader daarover te schrijven. En dat verhaal ging zo door tot 10 mei 1945, dus bij de bevrijding. Alleen, hij was zo klein geschreven, en dat bleek achteraf omdat hij niet wilde dat de Duitsers, als ze dat boekje zouden zien wat hij allemaal gedaan had, dat ik mij erop gestort heb om die teksten te ontcijferen. En er was eigenlijk geen begin aan, dus ik dacht, elke dag doe ik 1 stuk. Dus als ik nou begin op 10 november van dit jaar, dan moet ik zo rond 5 mei moet ik klaar zijn. Want hoeveel moeite kan het zijn om een paar van die regeltjes nu te ontcijferen? Nou, dat lukte gaandeweg steeds beter. En kreeg ik een gedetailleerd dag voor dag verslag wat die dwangarbeiders in Duitsland moesten meemaken. En dat heeft mij zeer veel indruk gemaakt. Men heeft me wel eens gevraagd, joh, dat het nou over je vader ging. Maar doordat het een dagboekje is, dus net als het boek die je leest, op een gegeven moment krijg je zo'n vreemd gevoel, net als Ellie had, dat ik werd gewoon eigenlijk die jonge man, niet mijn vader, want die kende ik al, dat is mijn vader. Maar die jongen van 19, 20 jaar, die dat allemaal dag voor dag moet meemaken, de bommenregen, de honger, de kou en de ellende, dat was voor mij een ware openbaring. Ik moest af en toe even nadenken, als de bommen bijna op me vielen, dat had geen seconde gescheeld, of ik was er zelf ook niet eens meer geweest. En dan komt het op een gegeven moment heel dichtbij. Dus ik dacht, het algemene belang om deze verhalen die zo verzwegen zijn, om die naar buiten te brengen, al is het
80 jaar na dato, dat is de moeite waard. Dus ik wil eigenlijk die voor elke dag dat je vader dwangarbeid heeft, even een seconde van jullie tijd. En dan krijg ik bijna 8 minuten, misschien zal ik zoveel niet nodig hebben. Maar iets vertellen over de dwangarbeid in Duitsland. Ik denk dat de Fonds van Stolwijk van 19 jaar, 1943, een heel goed voorbeeld is van één van die 500.000 mannen. De dwangarbeid is toch ondergesneeuwd eigenlijk in de geschiedenis van Nederland over de Tweede Wereldoorlog. Zelfs NIOD is na 80 jaar een onderzoek begonnen van 4 jaar, dus bijna afgerond, ze gaan het publiceren, om dat stuk van onze geschiedenis naar voren te brengen. NIOD noemt dat te werkgestelde. Ik heb gevraagd, waarom noem je dat te werkgestelde? Het is toch gewoon dwangarbeid? Ja, moet het breed zien. En waar misschien vrijwilligers? Maar dat zal wel. Er staat zelfs bij, er was iemand die het voor geen goud had willen missen. Nou, die man heb ik zelf ook gesproken, geloof ik. Want statistisch gezien is dat een enkeling die dat had. Maar het is een te verwaarlozen verhaal. De meeste verhalen gingen gewoon over dwangarbeid. Nou was ik zelf ook niet goed op de hoogte genoeg om te begrijpen wat dwangarbeid is. Want door het lezen van het boek van mijn vader begreep ik dat het niet alleen maar was dat zij gewoon die open plekken in die fabrieken innamen en daar gewoon met die moertjes en die schroefjes aan de slag gingen. De omstandigheden waren natuurlijk heel anders dan dat ze gewoon gedwongen in een fabriek werkten. Ik vind daar bijvoorbeeld over een brief, die schrijft hij aan huis, maar hij mag niet negatieve dingen schrijven, want het werd allemaal gecorrigeerd door de Duitsers, moest alleen maar goede dingen in staan. En dan, als je die brief leest, staat er tussendoor ergens ineens, we hebben gewoon gebrek aan alles. Nou, als je ziet dus dat hij niks mag schrijven en dat punt hij er tussendoor, en dus er tussendoor geslipt, ze hebben er niet doorgekrast, en dan betekende aan alles voeding, goede kleding, medische verzorging, reguliere medicijnen die ze misschien nodig hadden, onderdak, een bed, vrij van luizen en dingen. Geestelijke verzorging ontbrak soms. Ja, aan alles. Ze hadden aan vrijwel alles een gebrek. En misschien niet precies die 500.000, maar wel 499 enzovoorts. Die bommen, hij moest dus, de vader van Fons moest ook in een fabriek werken. En dat is niet alleen dat je daar gewoon in die fabriek die dingen zit te doen. Maar het werd continu onder de bommen gegooid. Want de Amerikanen en de Engelsen, die waren bezig om die achterliggende industrie rond Berlijn en ook alle andere industriegebieden, om precies op die fabrieken te targeten. Dus je begrijpt dat er continu angst was en soms dat ze aan werken die toekwamen van de bomalarm, dat ze moesten schuilen en als er iets kapot was, dan moesten ze onmiddellijk alles weer maken. Dan dacht ik ook nog even aan die vrouwen in Nederland, die weten dat hun mannen of zoons in Duitsland bezig zijn en die zien eindeloze stromen vliegtuigen, dag, maar ook s'nachts over de Nederland heen. En die gingen op Duitsland bommen gooien. Nou, moet je je voorstellen dat je hier in Nederland zit. Je weet al dat het niet best is. En die bommen, die worden gegooid op je eigen man, op je eigen zoon en je eigen vader. Dus dat had een enorme impact. Ik heb mannen gesproken die in fabrieken gewerkt hebben. En ik herinner me nog een verhaal van een man. En die zei, ja, ik heb geluk gehad. Ik had het goed. Ik heb geluk gehad. Ik zeg, ja, oké, ik denk, nou, dat was in ieder geval iemand die geluk had dan. En dan wees hij zo een beetje zo. En ik zeg, ja, sorry dat ik het vraag, maar u mist wel een beetje bijna allemaal de vingers van uw rechterhand. Ja, daar heb ik ook zo'n geluk mee gehad. Ik zeg, ja, hoe kwam het dan? Hij zegt, nou, ik moest van die panzerfausten moest ik maken, die kegels daarvan. En dat was dus een soort stansapparaat waar hij die dingen in moest doen. Zegt hij, en dat was op tweede kerstdag, heel erg laat, was ik die dingen aan het doen. En ja, ik viel in slaap. En toen kwam mijn hand, die kwam eronder. En zegt hij, nou ja, gelukkig door zo'n pers ben je ze in één keer allemaal kwijt. En dus ik had er niet, was bloeden niet heel erg veel.
En ik had weer zo'n geluk. Ik werd behandeld door een arts. En dat was heel bijzonder. En ik hoefde niet meer verder te werken. Want ik mocht een beetje met mijn linkerhand iets doen. Maar dat was lang niet zo zwaar als dat je in de fabriek moet werken. Nou, toen dacht ik, nou ja, als je dat geluk noemt. En waar die man nog steeds mee zat. Dus als dat al de man is die geluk heeft, dan kan je nagaan hoeveel mannen de pech gehad hebben. Nou, die kwamen dus of niet terug. Later gooiden ze de bom op de spoorwegen. Daar heeft mijn vader nog het een en ander aan meegemaakt. En die vertelt echt gewoon, ze moesten aan het spoor werken. En er waren natuurlijk helemaal geen bunkers in de buurt. Dus ze sprongen dan maar in een putje. En dan moet je hopen dat het goed afloopt. Want als die bom een beetje verder wegvalt, dan heb je er geen last van. En dan komt hij een beetje dichterbij, moet je oren dicht doen. Komt hij nog dichterbij, ja, dan hoef je ook verder niks meer te doen. Dan heb je gewoon pech. Hij was een keer bij het spoor. En dan was er ook zo'n spoorwegwachters. Zo'n invalide Duitse spoorwegwachter, die moest die wissels omzetten. En die vond het wel. Die moest ook door. Die mocht ook niet de schuilkel erin trouwens, want die moest de wissels omzetten. Hij zegt maar ja, kleine kans dat ik getroffen word, want het is een klein dingetje, dus het zal goed aflopen. Nou, mijn vader had er één keer niet. En was dat hele emplacement, inclusief dat huisje en die Duitse, weg. Net als Ellie ben ik ook die plaats afgegaan. En ik kon vrij nauwkeurig kijken waar het huisje nu gestaan had. En dat stond in ieder geval niet meer. Maar in ieder geval ook, het stond een beetje in het centrum van het stadje. Hele kring rond dat spoorweghuisje. Daar stonden allemaal nieuwe huizen en voor de rest stonden allemaal oude huizen. En net als Ellie vroeg ik aan die Duitsers, hebben jullie nou enig idee waarom toevallig in deze straal allemaal nieuwe huizen staan? En daarna allemaal oude huizen. Ze hadden gewoon geen enkel idee dat zij dus dat hadden moeten meemaken. Want dat viel natuurlijk ook op die Duitsers. Dus ik wil maar zeggen, dwangarbeid in de frontlinie. En dat is heel wat anders dan dat je gedwongen even iets moet doen. Dan over het zwijgen. Dat is de reden waarom er zo'n gat is ontstaan in ons cultureel erfgoed over de Tweede Wereldoorlog. Alle mannen, vrijwel alle mannen, die zwegen erover. En dan zou je zeggen, ja, waarom vroegen die vrouwen er dan niet naar? Nou, dan hadden ze, die vrouwen die kregen instructie van de gemeente, de sociale dienst. Zometeen komen die mannen terug. En die hebben allerlei dingen meegemaakt. Maar het beste is, laat ze even praten. Niet te veel over zeggen. Wees blij dat je het overleefd hebt. Wees blij dat je man terugkomt, want een heleboel komen er niet terug. We zijn zometeen weer bevrijd. En we moeten werken aan de wederopbouw van Nederland. En dat is het belangrijkste. Dus mondje dicht. En dat deden ze gewoon. En daardoor, als boeken zoals dit en over mijn vader en dingen niet gezegd worden, dan zou het gewoon helemaal vergeten. En dat willen we natuurlijk niet. In Rotterdam hadden we in die zin een beetje geluk, omdat die mannen eigenlijk individueel vanaf het begin van de oorlog allemaal eruit gepikt werden. En dat maakt geen massa. Dus die ellende is groot. Maar ja, er zijn er ook een heleboel die zijn er niet. En in Rotterdam werd 10% van alle mannen, van die 500.000, werden in 2 dagen afgevoerd. Dus je hebt een soort groep. En die gingen herdenken ook. 10 jaar lang hebben ze dat gedaan. 10 jaar vanaf 2010 ongeveer, denk ik. En in die groep heb ik ook het boekje van mijn vader ingebracht. En toen heb ik hem laten ontvallen. Het is eigenlijk vreemd dat er dus geen razzia-monument is of geen dwangarbeidersmonument in Rotterdam. Want er zijn er toch 50.000 die de stad hebben ontwricht. En toen zeiden ze, nou, goed idee. En nou, vervolgens kunnen wij dat dan 4 jaar aan trekken. En dan is het ontstaan. Gedurende dat traject dat we bezig waren met het monument, heeft Anne Wenzel, dat is een Duitse kunstenares, die heeft erover nagedacht hoe dat beeld eruit moest zien. En gaandeweg, want dat is eigenlijk een soort duo-ideeën die je dan krijgt, heeft ze gezegd, het beste is niet een dwangarbeidersmonument. Het beste is echt om het strikt te houden op een razzia-monument. En dan pak ik gewoon die man, een man en een vrouw, willekeurig man en vrouw, die maak ik 1 geheel van. En wat gebeurt in die razzia nu? Tak, uit elkaar. Sst. En dan krijg je dus die man, die zit daar een beetje zo zielig te zijn. En die vrouw die wacht op die man. En als je in Rotterdam gaat kijken, aan de Parkade, dan zie je een monument. Grote vrouw, eigenlijk staat voor Rotterdam. De moeders, de achterblijvende vrouwen en die man apart. En die zijn allebei getekend door een
eigenlijk het scheidsvlak wat er was, dat heeft die kunstenares fel oranje gemaakt. En daardoor is eigenlijk die razzia niet alleen herdenkend de slachtoffers die gingen, maar ook de slachtoffers die er ongetwijfeld zijn, die achterbleven. Die vrouwen en die moeders en die kinderen. Ja, dan kom ik een beetje eigenlijk weer aan onszelf. Als ik nu naar het monument ga kijken, en ik zie dus dat ik schijnbaar ook ben opgegroeid door twee ouders die zo getekend zijn door de oorlog, dat betekent nogal wat. En wat weet ik eigenlijk niet precies? Dus ik heb de feiten eens bekeken. Nou, in ieder geval, ja, dat is een beetje grappig. Ik hoefde in ieder geval geen voldoende te halen voor Duits op school. Dat was een meevaller. Want als ik met mijn rapport bij mijn vader moest komen en er stonden slechte cijfers op, nou, dat, ik wil niet zeggen dat er klappen vielen, maar dat was echt een zwaar ding. Dan weet ik ook een beetje hoe die drie kwam. Ik zei wel eens tegen die Duitse leraar, als hij zegt, waarom heb je dat niet gemaakt? Dan zeg ik, das habe ich nicht gewusst. En schijnbaar had ik daardoor ook die drie gekregen. Maar mijn vader vond het niet erg. Ik denk, genoeg gezegd over die dwangarbeid. De getekenden daarna, de nabestaanden, die krijgen langzamerhand een goed idee door de boeken die er zijn, wat er gebeurd is. En Ellie die zegt zo prachtig, dit boek wil spreken. Ik denk nou dat het boek al begint met spreken. Ellie, bedankt. Hartelijk dank, meneer René Versluis. Dames en heren, dit was het voor vanmiddag. We hopen dat u het de moeite waard vond. Allereerst dank ik alle podiumgasten van vanmiddag. Ik bedank u voor uw komst en ik bedank de kijkers thuis voor het kijken. De pletterij dank ik voor de medewerking om deze presentatie op beeld vast te leggen. U kunt deze presentatie vanaf vanavond of morgen terugkijken op het YouTube-kanaal van de pletterij. En een dag later proberen we de link ook op onze site te plaatsen, zodat u het ook bij uitgeverij in de Knipscheer kunt vinden. De aanwezigen hier kunnen vanzelfsprekend het exemplaar van het boek aanschaffen en door de auteur desgewenst laten signeren. Anderen die zullen ervoor naar de boekhandel moeten. Het is boekenweek. Misschien is dat een extra aanleiding voor hen om die gang naar de boekhandel te maken. Nogmaals allemaal bedankt en graag tot de volgende keer.